Deze shoot was echt keihard knallen en ook het editingproces moest veel sneller dan normaal vanwege de krappe deadline. Dit heb je al kunnen zien in mijn vorige Behind the Scenes video en de video over mijn editing workflow. Maar in deze video ga ik het specifiek hebben over het color graden van deze Slog 3 beelden. Wat ik vooral wil laten zien is dat Slog 3 super makkelijk is om mee te color graden en dat het juist ook heel erg past in een workflow waarbij je heel snel een video moet opleveren. Oké, okay, welkom in Premiere Pro. Vandaag ga ik jullie deze clips allemaal laten zien hoe ik dat ga color Dan heb ik hier een uh, A cam van een interview shot, een B cam van het interview shot en dan van die video een aantal bijbehorende b-roll shots. En dan heb ik hier nog een b-roll shot uit een andere video en deze vind ik echt gruwelijk vanwege het dynamisch bereik. En dan heb ik hier aan het eind nog twee andere interview shots staan. A cam en B cam. Nou, alle interviewshots heb ik eigenlijk opgenomen met een color checker, maar ik dacht, veel van jullie hebben geen color checker, dus ik ga vandaag laten zien hoe ik dit zou color graden als ik geen color checker had. We gaan beginnen bij dit uh, interviewshot. Nou, dan ga ik eerst wat vertellen over mijn uh, workflow qua color grading. Ik werk altijd met twee adjustment layers, die ga ik even aanmaken. Eentje genaamd correction en eentje genaamd creative. Nou, op de correction laag daar ga ik de SLOG3 correctie doen naar REC 709, oftewel een mooi neutraal plaatje. En op de creative laag daar doe ik nog een creatief sausje eroverheen. Dus die zet ik hier bovenop. Die correction gaat natuurlijk overal op. Creative gaat ook overal op. Nou, als eerste begin ik gewoon altijd door mijn SLOG3 LUT toe te passen op de correction laag. Dan ga ik naar Lumetri Color en bij Basic Correction onder Input LUT, hier kies ik een correctie LUT, oftewel een conversie LUT. Nou, ik maak heel graag gebruik van Phantom LUTs, die zijn gewoon ontzettend goed en die hebben ook een aantal creatieve looks ingebakken. Nou kies ik voor de Neutral look, omdat ik met een andere LUT de Creative look ga toepassen. En ik ga je heel snel laten zien hoe dat eruit ziet. Ik pas heel even de exposure aan op deze laag, zo een beetje verlagen. Op Creative zet ik even snel een LUT. En voor deze video heb ik gewerkt met Stiel. ik zal straks uitleggen waarom. Goed, dit is dan heel snel even het eindresultaat. En nu zie je eigenlijk al hoe makkelijk het is om s 3 gewoon mooi te colorgraden. Het is nog niet perfect, maar het is echt super snel al heel erg mooi. Maar goed, dit is dus een creatieve look met een LUT bovenop de correctielaag. Dus nou zit op deze laag zit de s 3 correctielut en hier zit de creatieve LUT. Laat ik heel even een voorbeeld zien met de Phantom LUTs als jij een creatieve variant kiest. Doe ik dit heel even opzij. Gooi ik heel veel de creatieve laag weg en dan bij correction ga ik eventjes een andere phantom LUT kiezen. In plaats van Neutral, oftewel de gewone doorsnee neutrale kleur, pas ik bijvoorbeeld Utopia toe. Die vind ik zelf ook heel erg gaaf, moet je nou het verschil zien tussen deze. Dit is dus de s 3 conversie met creatieve look ingebakken met phantom. En dit is de neutrale phantom met een andere creatieve LUT er bovenop. En je ziet dat het al heel erg op elkaar lijkt. Goed, je hebt dus verschillende opties voor een creatieve look. In dit geval ga ik werken met de neutrale lut van Phantom. En daarbovenop een andere creatieve lut. Oké, okay, dat ging even allemaal heel erg snel. We beginnen even rustig opnieuw. En dan zal ik je even goed het proces uitleggen. Zo, so, de metro color even vanaf. Die eraf. En die eraf. Oké, okay, ik weet dus dat ik wil gaan werken met de Slog3 conversielut LUT van Phantom, de neutral variant, dus die zet ik vast aan, neutral. En nu zie je dat het plaatje nog steeds flink overbelicht is. En dat komt omdat ik met Slog3 vaak overbelicht schiet. En dat doe ik om wat noise in de schaduw te verminderen. En zolang je belangrijke highlights niet gaat klippen, zoals dit shirt of de huidskleur, dan is het gewoon goed. Je ziet hier op de Lumetri scopes dat er niks belangrijks geklipt is. Zelfs deze highlights hier in de achtergrond niet van de lampen, die zijn niet geklipt. En dat is dus het dynamische bereik van Slog3. Maar goed, na de conversielut is dus alles nog steeds overbelicht. Wat moet ik dan doen? Ik moet die overbelichting oplossen voordat de LUT actief wordt. Oftewel op de laag van de videoclip zelf. Daar ga ik de belichting corrigeren. En dan is de belichting dus correct en neutraal voordat de correctielut geactiveerd wordt. Dus ik zit op de laag van de clip en dan ga ik altijd met de LUMA-curve de belichting aanpassen. Nu weet ik dat ik vooral flink overbelicht ben in de highlight-regio. Dus dan ga ik ook beginnen met naar beneden trekken in de highlight-regio van de LUMA-curve. En nou begint het er al fantastisch uit te zien. De zwartwaarden zitten mooi tegen de nul aan, dus daar ga ik niks meer aan doen. En eventueel zou je kunnen zeggen van nou, ik ga de whites nog een beetje verhogen om extra contrast te krijgen. Daar ga ik straks misschien nog een beetje mee spelen. Maar in dit geval vind ik dit voor nu goed genoeg als correctie. Nou ga ik even kijken naar de huidskleuren of de huidskleuren goed zijn. Dan ga ik naar de correction laag en daarop ga ik eventuele aanpassingen maken. Via effect controls ga ik even een mask tekenen. Maar goed, die mask moet dus gemaakt worden op de videoclip. Maak een mask. Even netjes de huidskleur selecteren. En je wilt dus dat het meest belichte gedeelte van de huidskleur in die mask valt. Want dan kunnen we met Lumetri Scopes gaan kijken hoe het eruit ziet. Nou je ziet dus nu dat de huidskleur nog iets te fel is. Die wil je eigenlijk een beetje laten zakken. Die wil je rond de 60 IRE hebben. Dus dat gaan we straks oplossen. En we gaan even kijken naar de huidskleur. Nou eigenlijk ziet de huidskleur er al perfect uit. Want de huidskleur valt perfect op deze huidskleurlijn. We gaan even de belichting nog iets verder verlagen. Dat doen we op de correction laag. Basic correction ik Bijvoorbeeld de highlights even iets verlagen. Wat is nou vaak het resultaat van het verlagen van deze highlights? En dat is dat je wat contrast gaat verliezen. Dus ik zet de masker even uit. Je ziet dat het een klein beetje flats begint te worden. Nou, hoe kan ik dat oplossen? Dat kan ik oplossen door met de contrast slider te spelen. Dan worden de whites opgerekt en de blacks verlaagd. Maar ik kan ook bijvoorbeeld eventjes met deze whites spelen. Dus als ik de whites iets verhoog, dan krijg ik ook meer contrast. Highlights weer wat verlagen. Misschien de shadows iets verlagen. Altijd even blijven kijken naar de metroscopes. Nou, de blacks zitten echt tegen de nul aan. Dus ik wil niet verder met de blacks gaan stoeien. Want dan zie je dat het hier helemaal kapot gaat. Dan gaat alles tegen de nul aan. Dat wil je niet. Dus ik moet even kijken naar de manieren om contrast toe te voegen. Nou, contrast sliden zou nog kunnen. Meer contrast toevoegen. Dat ziet er op zich al gaaf uit. Ik zou hier een S-curve kunnen maken. Maar wat ik nou ook gewoon kan doen is. Ik kan uitgaan van de creatieve LUT die ik straks ga toepassen. Die gaat wat kleuren aanpassen. Maar vaak passen die ook wat extra contrast toe. Dus ik ga eventjes. In de basic correction gewoon het contrast uitzetten en ik ga onder creative even de lut toepassen. Ik vind nog dat er net niet genoeg contrast in zit. Ik vind het hier net ietsjes te licht, dus daar gaan we even oplossen. Gaan we naar correction en dan gaan we naar bijvoorbeeld color wheels and match. Dat is ook een optie. En dan kunnen we bijvoorbeeld de midtones naar beneden trekken. Kijk en daar komt het mooie contrast ineens. Dit ziet er nou wel erg gaaf uit zo. Dan wil ik haar er nog iets meer laten uitspringen. Dus dan gaan we weer naar, even kijken, basic correction, misschien even de whites iets verhogen. Kijk, zie je? Dan komt ineens dat contrast weer terug op die huidskleur. Doe Ctrl Z. Zie je dat verschil? Voor en na. Veel meer contrast hier in die huidskleurgedeeltes. Ja, dit begint toch wel erg gaaf eruit te zien, moet ik zeggen. We gaan we even kijken naar uh, de huidskleur. Dus na het wijzigen van alle kleuren met de creatieve lut en de contrasten, etc. Wil ik toch weer eventjes gaan kijken naar de huidskleur. Kijken of dat nog uh, precies goed is. Ja, hij zit hier iets te hoog. De huidskleur zelf is nog steeds perfect. Hij kan nog een klein beetje saturatie gebruiken. Want meestal wil je dat het lijntje ongeveer ja, tot iets hoog komt. Ja, net niet tegen de helft, maar de, net iets eronder. Dus we kunnen nog een klein beetje saturation toevoegen. Nou, 110 lijkt me wel goed. Maar ik wil toch die belichting ietsjes verlagen nog op haar gezicht. Zo, so, ik heb nog even een paar aanpassingen gedaan en nu ben ik echt wel heel erg tevreden over dit plaatje. Ik heb nog een klein beetje gespeeld met deze waarden hier. Saturation ietsjes verlaagd. En ik heb de curve op de videoclip laag nog een klein beetje aangepast. Je ziet dat ik hier deze heb vastgezet en deze iets heb verhoogd. En nu is het echt perfect naar wens. Wat ik nu meestal doe is, dan ga ik de hele video colorgraden. Maar daarna neem ik even pauze en dan kom ik daarna met een frisse blik terug om even te kijken of ik het echt wel goed heb gedaan. Dat werkt altijd wel goed. Want soms dan ben je aan het colorgraden en dan. Ja, denk je dat het fantastisch is, maar dan is het echt gewoon helemaal waardeloos. Dan heb je het veel te extreem gedaan of juist te weinig. Dus door even een stapje terug te nemen en dan later met een frisse blik te kijken, dan krijg je uiteindelijk het beste resultaat. Om het echt af te maken, doe ik op de creative laag nog een beetje sharpening toevoegen. Nou, ik heb nou geschoten in SLOG 3 met de detail op min 7. En dan voeg ik meestal ongeveer, ja, gevoel gewoon een beetje sharpening toe. Maar 20 is meestal wel een goed getal daarvoor. Nou, dan gaan we verder naar de B-cam. Ja, je ziet dat deze ook nog flink overbelicht is. Dus ik pak even gewoon de Lumetri Color van die andere clip. Die plak ik hierop. En boom, het ziet er gelijk weer fantastisch uit. Wat in zo'n geval heel erg belangrijk is, is dat je de camera's gaat matchen aan elkaar. Deze shots zijn allebei geschoten op de Sony A7S III, maar met twee verschillende lenzen. En iedere lens kan net een andere kleur hebben. Dus ik ga even kijken of het wel perfect gematcht is. Nou, wat doe ik dan? Dat kan ik bijvoorbeeld doen door de huidskleur te matchen. Dan maak ik even. Een mask op de huidskleur. En dan hier ga ik ook een mask maken op de huidskleur. En dan gaan we kijken naar de Lumetroscopes. Ja, je ziet dat dit shot nog iets meer belichting heeft. Dus deze heeft iets minder belichting, deze iets meer. En ik zie hier bij de kleur dat deze iets meer naar rood begint te neigen. En deze zit perfect op de skin tone line. Dus we moeten eventjes de, de huidskleur een beetje gaan tweaken. En op het oog zie ik het ook wel hoor. Ik zie hier net een klein beetje een magenta tint. En deze is perfect neutraal. Dus ik ga het eerst proberen op te lossen met witbalans. Doe even de masker aan. Dan moet ik natuurlijk wel even deze adjustment layers knippen. Want ik wil natuurlijk niet dat deze aanpassingen hier verpest worden. Klik. Even kijken. Witbalans. Klik. Witbalans min 2 op groen. En dan zie je dat hij perfect op de skin tone line zit. Nou, even kijken naar de belichting nog. Iets terugbrengen zo. Masker uit. Nou, ja, dat begint al meer op elkaar te lijken. Gaan we nog even naar iets anders kijken: de kleur van haar shirt. Nou Even een nieuwe mask maken. En dan deze doen we ook even een mask op haar shirt. En dan gaan we kijken naar de kleuren van dit shirt. Wat ik zie in deze kleuren is dat deze iets meer neigt naar blauw. Dus deze neigt meer naar de warme kant. En deze neigt meer naar de blauwe kant. Dus we gaan nog eventjes hier de witbalans ook weer iets aanpassen. Klein beetje warmte toevoegen. Misschien nog een puntje naar groen erbij. Ja, het is natuurlijk geschoten vanuit een andere engel, dus het licht kan er net iets anders opvallen. Maar ja, de kleur ziet er nou wel redelijk gelijk uit. Dus even kijken wat het resultaat is. Ja, veel beter. Veel veel beter. Gaan we even het verschil bekijken. Dus dit is wat we net gemaakt hebben met alle kleine aanpassingen. Precies goed. En deze is toch iets te cool en iets te magenta. Dus nu zie je hoe belangrijk witbalans wel niet is. Op de shootdag zelf heb ik de witbalans op beide camera's hetzelfde ingesteld. Maar andere lenzen kunnen gewoon andere kleuren hebben. Dus dat wil je altijd in post gewoon netjes gelijk trekken. Nou, ja, dit ziet er zo erg goed uit, moet ik zeggen. Uiteindelijk moet je zelf een beetje gaan bepalen wat jouw creatieve look is voor het project en wat je erbij vindt passen. Nou weet ik dat veel corporate klanten deze look gewoon mooi vinden. Toch een beetje die donkerblauwe look, een beetje groenig in die schaduwen. Dat vinden de meeste klanten wel mooi, dus daarom ben ik hiervoor gegaan. Maar goed, in andere situaties wil je weer een hele andere look toepassen. En dat kan heel makkelijk met die Phantom Lens bijvoorbeeld. Doe ik even deze creative laag uit. En dan hier op corrections kan ik even wat laten zien. Je hebt bijvoorbeeld uh, Utopia, nou die lijkt een beetje op die creatieve look die ik net had heb ik hier uh, Ice Blue. Dit is nog veel cooler. Eastman. dat is een beetje een uh, rustieke look. Eterna. Nou, dit boodst een beetje de kleuren van Foodjefilm na. Tungsten. Dit is een beetje een natuurlijke look, maar net iets meer saturatie in die huidskleur. Vision Teal, Dus je ziet dat je echt een heel eind kan komen met LUTs. Goed voor deze shoot vond ik deze steel lut gewoon heel erg mooi. Maar je kan echt experimenteren met van alles. Je kan ervan maken wat je wilt. Ik kan ook gewoon die creatieve luts helemaal links laten liggen. Je kan ook zelf aan de slag gaan met gewoon color wheels en match, HSL secondary, de HZL curves. Je kan van alles doen. Maar goed voor een snelle workflows zijn luts gewoon echt aan te raden. Maar goed, je moet wel weten hoe je LUTs op de juiste manier gebruikt. Je moet dus zorgen voor de juiste belichting en de juiste witbalans. Je moet zorgen voor een goede s 3 conversion LUT. En als dan je plaatje mooi neutraal is, nou dan kan je gewoon een hele goede Creative LUT bovenop gooien. Nou, genoeg over LUTs en corrections. Het interview ziet er ja, goed uit, zoals ik nou kan zien. Dan gaan we even verder met de color graden van uh, wat B-roll shots. En dan gaan we gewoon lekker vlot doen. Dus ik reset eventjes deze Lumetric Color. En ik zet weer gewoon zo. Phantom neutral op, zonder enige extra aanpassingen. En de Creative Lut staat er nog steeds bovenop. Dus dit is de basis die ik ga gebruiken om de rest van de bureau te colorgraden. Nou zie ik dat hij nog een beetje overbelicht is. En dan ga ik natuurlijk ook even bevestigen met, met mijn Lumetri-scopes. En ik zie dat best wel veel van de scope aan de bovenkant zit. Terwijl het eigenlijk een hele donkere scène is. Dus dat gaan we gewoon even snel oplossen. Dan gaan we hier naar die onderste videolaag. Curves, naar beneden trekken. Nou, boem. Ziet er goed uit. Prima, volgende shot. Ook weer flink overbelicht, dus dat gaan we ook weer fixen. Curves. Boom. Highlights een beetje in stand houden voor wat contrast. Zo, dit ziet er goed uit. Maar wat me nou heel erg opvalt is dat de witbalans over het algemeen er goed uitziet. Maar dit laptopscherm wordt dan kei blauw. Dus daar gaan we gelijk uh, even fixen. Dat doen we bij hue uh, versus saturation. Pakken we even zo een heel gedeelte blauw. Op. Trekken we naar beneden. Dan is het laptopscherm weer uh, mooi wit. Volgende shot. Hetzelfde verhaal hier, overbelicht en een blauw laptopscherm. Dus ik pak gewoon even uh, deze Lumetri Color. Perfect, volgende shot. Nou, laten we deze ook maar gewoon uh, plakken. Perfect. Volgende shot. Nou, Deze ziet er ook weer uh, overbelicht uit. Dus plak weer dezelfde met Color erop. Nou, perfect toch? En nu zie je dat ik echt super snel door deze bierrol heen kan gaan. Luts toepassen, belichting corrigeren, eventueel nog aanpassen en that's it. En het ziet er gewoon keihard uit. Dus ik wil alleen maar zeggen dat S-Log3 ook gewoon past in een snelle workflow. Nou gaan we door naar een ander b-roll shot. Een hele andere setting. Veel meer daglicht. Als ik even alle effecten uitzet dan zie je het ruwe beeld. En als je hier kijkt tot de lumetriscoops dan zie je ook gewoon hoeveel mooi dynamisch bereik je hebt. Niks is aan het klippen in de achtergrond. De personen zijn mooi belicht. Het ziet er gewoon echt fantastisch uit. En dat is echt de kracht van S-Log3. Moet je die belichting kijken op die personen. En moet je zien hier mooi die achtergrond nog steeds. Alle details zitten erin. Niks geklipt. Zwartwaarden zijn mooi, nog net niet op de nul. Dus hier ben ik echt ontzettend blij mee. Ik zie dat het nog een klein beetje overbelicht is. Dat ga ik aanpassen. Dan ga ik naar deze laag. Zo, een klein beetje verlagen. Voor wat meer contrast. En ik denk dat hij wel een klein beetje saturation kan gebruiken. Dus zo, een beetje saturation verhogen. Een klein beetje meer contrast. En ik vind dat hij over het algemeen een klein beetje blauw uitslaat. Dus even kijken wat er gebeurt als ik met de temperature ga spelen. Ja, ziet er goed uit. Even de huidskleur controleren. Dan ga ik naar effect controls, mask maken. Ja, hier zie je dat hij flink uitslaat naar rood en magenta. Dus door magenta wat te verlagen en wat groen in toe te voegen, dus min 3. Dan zie je dat hij mooi op de skin tone lijn valt. En als we dan gaan kijken naar het resultaat. Dan zie je dat het er ook fantastisch uitziet zo. Misschien net iets minder. Als ik naar nou deze lumetri color even uitzet, dan zie je het verschil. Best wel blauw, best wel een beetje magenta en natuurlijk overbelicht. En Dat is helemaal gefixt met deze paar wijzigingen. Dit is echt zo'n shot waar ik heel erg trots op ben. Die heb ik mooi geschoten met een 50mm prime op 18 Dus deze jongen hier is mooi onscherp. De achtergrond is mooi onscherp. Het ziet er gewoon super nice en crispy uit. En dankzij dat dynamisch bereik heb je gewoon die professionele look. Mooie highlights op het gezicht. Rolt mooi af naar schaduwkant. Niks kapot in de achtergrond. Nou, dit is gewoon echt heel erg mooi. Maar als je gaat kijken naar Lumetri scopes. En ik zet even de maskeraan aan de huidskleur. Dan zie je dat eigenlijk de huiskleur flink te veel belicht is. Normaal gesproken wil je die ongeveer rond de 60 hebben. Maar goed, in zo'n situatie waarin er gewoon veel daglicht is, dan is het ook logisch dat de belichting van het gezicht wat hoger is. In een perfecte studio setting, ja, dan wil je gewoon echt wel letten op je skin tones. Dan wil je die gewoon mooi rond de 60, 65 hebben, wat je wilt. Maar in zo'n situatie mag die best wat hoger zijn, omdat er natuurlijk gewoon veel natuurlijk licht is. Dan gaan we nog even snel door naar het laatste interview. Dit is weer een heel ander shot dan net. Dit was wat meer bij daglicht. En dit shot was wat later. Dus hier is het wat meer moody. Maar goed, dan gaan we het even corrigeren totdat het weer uh, ja, super mooi is allemaal. Nou, eigenlijk met deze wijzigingen hier, met gewoon de correctie LUT en de Creative LUT, ziet het er al fantastisch uit. Dit shot heb ik iets minder overbelicht, omdat er heel veel highlights in de achtergrond waren die ik niet kapot wilde maken. Dus ik hoef de belichting eronder niet zoveel te corrigeren meer. Maar goed, we gaan even kijken naar wat, uh, wat fine-tuning. begin ik even met uh, de huidskleur. Mask maken. Klik, klik, klik. Ja, deze slaat dus flink uit naar magenta. Dus dat gaan we hem even oplossen. Een beetje groen toevoegen. Zo, eens even kijken wat dat doet. Ja, veel beter. Klein beetje te veel misschien. Nog even de belichting ietsjes terugbrengen. Klein beetje. Zo. Ja, dit ziet er allemaal gewoon heel erg goed uit. Maar die achtergrond is nou heel erg blauw geworden. Kijk, de witbalans die stel je in op basis van de keylight, dus het licht wat op hem schijnt. Maar als je dat gewoon goed instelt, dan ga je zien dat het licht van buiten gewoon veel te blauw wordt. Dus dat gaan we oplossen met wat color grading. Dus we gaan hier naar uh, hue versus Saturation. Pakken we even dit blauw. Dan nou, maken we iets groter. nou verlaag gewoon de saturation van het blauw. Zie je, dan gaat alles, uh, alles gewoon weg. Zo. Dat is te veel. Moet wel een beetje in een natuurlijke look houden. Ja. Eens kijken wat er gebeurt als ik de U versus U nog aanpas. Hij is nou best wel een beetje groenig. Dus ik wil eigenlijk net een klein beetje naar beneden doen. Zo. Iets minder. Het ja, begint ook weer heel erg mooi uit te zien. Ik vind alleen dat het een klein beetje flat aan het worden is hier. Dus ik ga weer hetzelfde trucje doen als net. Ik ga de whites wat verhogen. Highlights wat verlagen. Dus dit is voor. En dit is na. klein beetje minder highlights nog. Het begint er net iets meer uit te springen. Zo, dit ziet er ook netjes uit. Dan gaan we nog even de beacon doen. Dan kopieer ik weer even deze Lumetri Color. Gaan we naar de Becam. je ziet weer dat de Becam weer net iets meer blauw is. En weer net iets meer magenta. Dus dat gaan we even oplossen. Nou, dan plakken we eerst de Metro Color erop. En hij is wat overbelicht. Dus dat gaan we ook uh, fixen. Zo. Even kijken naar de huidskleur. Nog steeds een klein beetje te veel magenta. Dus dat gaan we weer verlagen. Hm. Ik denk niet dat ik dit kan oplossen met witbalans. Maar nou vind ik dat er net iets te veel groentinten in komen. Dus we gaan dat weer terugzetten. En dan gaan we met de U vs. U dat doen. Klik. Je wil altijd wel uitkijken met de aanpassingen in de huidskleur. Want het kan namelijk ook zomaar zijn dat iemand gewoon van zichzelf een net wat meer roze huidskleur heeft. Dus je wil niet altijd perfect mikken op de skin tone line. Want soms hebben mensen nou eenmaal wat gelere huidskleur of wat meer roze huidskleur. Ja, een klein beetje saturation misschien nog toevoegen. Nog iets meer dat blauw hier verwijderen. Zo. Ja, dat ziet er toch wel uit als een aardige match, toch? En nogmaals, nou ga ik er best wel snel doorheen. Normaal gesproken zou ik eventjes iets meer de tijd nemen. En ook later nog een keer terugkomen naar deze hele color grade om het iets meer te fine-tunen. Maar zoals ik het nu zie, ziet het er gewoon echt heel erg mooi uit. Nou, even een kleine recap voor het schieten met SLOG 3. Je wilt dus aardig overbelicht schieten. Dus de belichting moet iets hoger zijn, zodat mooi de noise in de schaduw wat lager is. Maar we wil altijd letten op je highlights en nooit te veel overbelichten. Je moet daar een beetje een soort van middle ground in zien te vinden. Nou, misschien doe ik ooit nog echt een hele uitgebreide Slog3 guide, maar ja, eigenlijk is Slog3 zodanig makkelijk dat ik niet zeker weet wat nodig is. Als je vindt dat het nodig is, laat dan even een comment achter en een like achter, dan zal ik overwegen om nog een uitgebreide Slog3 guide te maken. Maar goed, je schiet dus flink overbelicht. Dan pas je een Slog3 naar Rec 709 LUT toe. Dan ga je de belichting corrigeren, oftewel flink verlagen, zodat het er allemaal mooi neutraal uitziet. En dan pas je eventueel nog een creatieve look toe. En dat is het eigenlijk. Het is echt ontzettend simpel. Maar je moet er niet bang voor zijn. Je moet het gewoon doen. Je moet gewoon wat luts erbij pakken. Maak je leven gewoon makkelijker met luts. Ga gewoon schieten. Ga gewoon editen. En dan word je gewoon vanzelf beter erin. En dat was het voor deze color grading video. Vond je dit nou tof? Laat dan even een dikke like achter. Want daarmee kan je mijn kanaal echt heel erg supporten. Vergeet niet te abonneren als je meer van dit soort video's wilt zien. En dan zie ik jou in de volgende video. Later!